Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. ...weer maakt Verstappen in zijn eentje de verwachtingen waar. Verstappen wint natte Zandvoort-triller bij Evenaar in record. Onstuitbare Verstappen zet waterig Zandvoort in vuur en vlam. En Verstappen overleeft regengekte op weg naar ...snaarstrakke thuiszegen. Zomaar wat nationale en internationale krantenkoppen na de Grand Prix van Nederland. Zondagmiddag op circuit Zandvoort. Het was een bizar weekend waar niet alleen de emoties hoog opliepen. maar ook het weer zich van haar beste en misschien soms wel slechtste kant liet zien. Goed dat je luistert naar de 29e aflevering van de Formule 1-podcast van Racing News 365. Joris Mossendijk is mijn naam. En ik ben inmiddels weer helemaal opgedroogd... en klaar voor deze podcast. Ruud Dimmers, eh, Formule 1-kenner ook weer van de partij. Wat was nou jouw hoogtepunt van het gehele weekend, Ruud? Oh, nou, ik zag iemand uh, in een plas met water springen... live op tv om aan te tonen... dat het echt tijd was voor regenbanden, de fullwet... in plaats van de intermediates... En ik denk, dat is wel zo'n mooie tv. Die man werd natuurlijk uitgelachen door 86 journalisten om hem heen. Ja, ik weet ja, niet. Ik hij, zou... zit er, hij zit tegen zijn hoekje heeft een zonnebril op, maar meer zeker ik niet. Zal hem even, ik zal hem even introduceren, want dat is een vrij grappig verhaal dit. Want na de race zijn er meteen vrachtwagens die zeg maar wegrijden van het circuit onderweg al naar Monza. Sommigen zullen er al zijn. En er is dus eentje waarschijnlijk spreekwoordelijk over Tom Coronel heen gereden. Want ik <laughs> zeg een hele goede morgen tegen de zonnebril dragen, dragen de Viaplay pitreporter Coronel. Uh, Tommetje, uh, hoe gaat hij ermee? Ja, uh, best aardig uh, gezien de omstandigheden... Oh, dit, dit, gaat wel, dit gaat wel redelijk. Uh, gaat, nou ja, ik, uh, ik heb het helemaal, uh, helemaal naar mijn zin gehad het hele weekend. Alleen het was een beetje de afsluiting. Die was uh, in de Burnies. Ja, en dit is, uh, het is wat later geworden. Ik geloof iets van... Uh, volgens mij was ik half drie of kwart voor drie thuis. Nou, je hebt niet in de lampen gehangen, maar je hebt gesprekwoordelijk boven het water gehangen. Want ik zag ook bijvoorbeeld bij Mike Heesemans, collega van je... voorbij komen ja. dat je op zo'n waterbord een, een beetje gek zat te doen. Ja, 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 dat is je zeker opgevallen. Ik weet niet wat je gedronken had of welk pilletje je had genomen, maar uh, dat was ik helemaal niet. <laughs> nou, dat was je helemaal ah. niet. Ah. Nee, ja, Het joh, leek er nee. wel op. Ja, toenig, toenig, toenig. We, weet je wel wat het was? Ik zeg expres even niks, dus even kijken. Nee, maar... ik had uh, inderdaad, we waren bij de Burnies op de afterparty en uh, heel gaaf daar. Voor de show uh, lag daar een jetski in een <laughs> zomer. Die, uh, die deed even een salto. dat was een dame. En er was een, uh, een meneer en een dame... en die gingen op een flyboard omhoog en een beetje draaien. Nou, dat is heel gaaf. Check mijn uh, Instagram-account. Daar staat uh, de video inderdaad ook op. En uh, het grappige was, hij vroeg haar ten huwelijk... in het zwembad uh, op een flyboard. Nou, dat zwembad, dat is, ik denk vijf bij drie, en echt niet groter dan dat, misschien wel vier bij twee. Dus het was gewoon een badkuip waar ze, waar ze die kunst in deden. Dat zag er echt heel gaaf uit, met allemaal lampjes. En nou, het was uh, Sunny uh, James, die was uh, aan het optreden. Uh, het, was, het was één groot, één groot uh, feest. Uh, goede afsluiting. Maar dus natuurlijk, laatste vraag, vraag en... Tom, want ze zal wel ja. ja gezegd hebben, maar die ring, die is natuurlijk zo in dat zwembad gevallen... Ik, 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 ja, op dat moment uh, ging ik even een drank halen. Uh, ik, het was eenvoudig. Ik het was, ja, één was emotioneel vageplug. van dit soort momenten. En dan begint je, begint je meisje naar je te kijken. Dus ik denk, oh, nou moet ik opletten. Ik ga even een drankje halen. Ja, laten Goed we ook naar de Grand Prix gaan. Wij gaan uh, in deze podcast, uh, nou ja, waarschijnlijk gaan we tegen het uurtje aan zitten, uh, terugblikken op de Grand Prix van Nederland. Maar later de podcast ook vooruitblikken op de Grand Prix van Italië. De eerste stelling, jongens. Dit was by far de beste editie van de Grand Prix van Nederland. En de leukste race van het seizoen. Nou, sinds de ja. terugkeer natuurlijk op Zandvoort was dit echt wel verreweg de beste. En misschien ook wel de leukste van het seizoen. Want ik vind, en uh, daar word ik een klager genoemd... dat we dit seizoen nog niet heel erg verwend zijn geweest... met die races die bol stonden van een spektakel. En dit was er eentje die van de vrijdag... Al begon het al. De zaterdag, de kwalificatie was al om te smullen. Klopt. En ik stond een kwartiertje van tevoren, of ja, ik stond, uh, stond ik nog op de grid, en ik denk, trup, trup. En toen werd het weer droog. En toen liepen we terug naar, eh, naar de paddock. We hebben in mijn geval ook bij McLaren ge, uh, eh, gezeten. En ik keek, en ik zit op het raam, spetter, spetter, spetter. En echt, ja, aan het einde van die opwarmronde begon het al te regenen. En in de eerste ronde, het was gewoon een mooie plans bij. Ook later in de race die bui die toen kwam. Oh ja. man. Het was ja, koud, het was, was winderig in één keer. poppakee. Ja, echt een wolkbreuk was het. De mensen waren is het, is het... zeik en zijknat. Het is een beetje Zandvoort kun je bijna vergelijken met zo'n uh, Hungaroring of met zo'n Spa dat je, dat je ja, je kan de buirader in de gaten houden. Dat hebben wij ook gedaan. Donderdag zeiden ze het wordt vrijdag een shitdag. Nou, ik zag meer mensen vuurrood uh, het paddock verlaten dan dat mensen verregend waren. Zaterdag zeiden ze het waren allemaal oranje. Ze hadden broek een ja, ran je, ja, aan je en een rode hoofd. Eens, ja, ik <laughs> weet niet, ik heb hem. Ja, ik, ik ben inmiddels een beetje weer uh, van, mijn, van, mijn rode kleur, van mijn rode kleurtje af. Maar het mooie was, um, uh, Tom, hoe, ja, die regen. Dat was ook gewoon niet ja, te maar, voorspellen, toch? Ruud heeft het even opgezoomd. Als jij Steven Spielberg bent en jij wil de biggest thriller scenario wil je maken, dan was dit hem. En ik kijk, bekijk het dan even als coureurs voor jou: dat je het circuit wil leren kennen in de condities waarin je gaat racen. En uiteindelijk heb je geen rondje gereden eigenlijk op het echte droge. Eigenlijk nooit een setup kunnen maken. Eigenlijk niks kunnen vinden om de race aan te vallen. En dan sta je op de krit bij de race. En dan komt er in één keer gewoon een mega regen bij. En dan sta je op die slikbanden. Ja, dat zijn wel hele spannende momenten. Want ik bedoel, ze hebben natuurlijk nooit op sliks gereden in de regen op zandwoord. Want dat test je niet. Dat, 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 nee. dat, dat, dat doe je niet in een training. Nou, en dat, dat maakt het voor mij echt, echt... Toprace. Een toprace. Ik bedoel kijken de, wat er is, is gebeurd. Wie had die op P3 gezet? Alonso, hey, ik kan je vast die klappen, allebei niet. Nee, en Alonso, <laughs> dat hadden we alle twee afgeschreven. Je zat er ook in één keer bij. Wat? Die ging nog eventjes de laatste paar rondjes ging die bij Max in de aanval. Weet je, dat zijn allemaal voor mij ingrediënten dat je zegt: "Was het saai?" Nee, geen seconde. Het was geen Ik denk dat Joris gewoon een heel moeilijk iets heeft om het allemaal een beetje te gaan samenvatten, want ja, ja, ja Rick daar gebeurt zoveel. Maar ik ga. Uh, ik, 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 ja, moeten we ook nog. Maar ik denk dat Riki komt verder met Liam Lawson en Hugh Kitschnow. Die komt verder in de podcast. Maar ik denk dat we toch heel even naar de spelen moeten. Uh, zowel bij tijdens de kwalificatie als tijdens de race. Want de stelling zonder safety car en met regen was van stappen minimaal 30 seconden voor de nummer 2 gefinished. Oh, oh, schoon, die mag die ik die 30 vind. seconden, mag ik 30 seconden naar een minuut verplaatsen? Ja, dat had ze gelapt. Een minuut is een rondje, hè? Want uh, één rondje was maar één minuut uh, tien. Eén vijftien uiteindelijk, ja. Ja, maar die vind ik niet belangrijk. Dat is ook de nee. leukste beurtje. Hoor. Ik bedoel, al wint hij met drie seconden voorsprong of met zestig seconden. Nou, maar, maar ik dit... vond het nog wel even spannend hoor, met Alonso. Nee. Dat, dat meen ik echt. Jawel, nee, jawel, jawel. Nee, want Tommy. in de regen had hij echt wel heel veel risico kunnen nemen. Dat zag je ook. Je zag hem die laatste ronde ook de Tarzanbocht induiken. Ik denk, wat, wat, wat gaat hij nou proberen? Verremt hij zich? Of het, het, het was echt zo'n manoeuvre dat hij altijd, hij, hij wil altijd teasen. Hij wil laten zien dat hij er bovenop zit. Ja, tuurlijk wint hij hem niet, maar hij kan het dan nog wel heel spannend maken. En een foutje ja, maakt hij ook. Weet je, weet je wat het is, Tom? Uh, Max, uh, Max zijn enige probleempje dit weekend ongeveer was... Van ...dat hij gewoon echt uh, wat meer tijd nodig had om die banden op te warmen. En dat is iets wat Red Bull... Ja, als je toch een iets minder punt van de Red Bull moet noemen... ...is het die banden opwarmen. En dat zie je vaak in de quali. Dat zie je ook met de intermediates, tot de fullweds. En daarna gaat het ding als de brandweer natuurlijk. Krijg, we krijgen even een hey, gast uh, uh, in beeld. Ja, kijk. Ja, ja, er is hij weer. Ja, ja, hey, oh, friet. Komt het kalf? Oh, Kijk, het kalf ja. Denzel. Mensen die voor het eerste podcast luisteren. Uh, Tom, ja, daar hebben niet heel veel mensen. Die heeft een kalf als huisdier. <laughs> uh, en die zie je momenteel nu in beeld. Dus mocht je even willen, uh, willen bekijken. ga je even naar uh, YouTube. Daar staat hij met beeld. En dan zie je het, uh, het kalf uh, in beeld. Een soort van um, mascotte, mascotte van onze podcast geworden, dit hè? <laughs> Alsof, uh, misschien moeten we de shirtjes de of knuffels laten bedrukken. Met het, kalf, uh, met het kalf ja, erop. Robert. Pak even je beker. Oh, kijk, en daar komt ook bij. Rocco, je zoon die doet karten dit weekend, heeft hij een beker ja. meegenomen? Ja, dat mag je zelf vertellen. Ik vind uh. dat niet zo mag doen. Hij, hij was weer op, op je ingelopen. Ga maar even door met de Formule 1. Oké, okay. hey, uh, Dan zouden we ook gewoon heel makkelijk kunnen zeggen: eigenlijk gewoon dat verstappen de enige echte koning is op Zandvoort. Want er waren er gisteren twee. Uh, maar ik denk dat er maar één echt is. Over twee gesproken. Ik stond er op de grid. En ik heb een, een beetje geduw en getrekken in een aantal van die bobo's. En dan stond hij dan hoor, onze koning Willem Alexander. Nee, maar ik vind het allemaal heel mooi dat, uh, dat het gewoon kan. Hè? Dat hij gewoon uh, op de startkrit kan lopen. Uh, gewoon in relax gaan staan. Uh, met sommige mensen uh, heeft, hij zelf, heeft hij zelfs niet op de foto gestaan. Dat, je ja. dat, dat weet dat hij heel goed kan racen, hè? zeg maar, hè? Ja? ja een, uh, serieus. Ja. Ik heb al dit ontvinkje en. Uh, Oké, okay, maar heeft je ooit rijlessen van jou gekregen, Tom? Dat bedoel ik. Ja, ja, ik heb koning uh, Willem-Alexander ik raceles gegeven. Zekers. En ik heb van hem vliegles gekregen uh, in uh, Lelystad. Ja, ja, jullie. Ja. ja dat is, je, je, je hebt je, een koninklijke instructeur, hebben jullie hier voor je. Kijk eens aan. En, en, en dit bakte is, Ik een was, was toen, wat van uh, 4, 4, 25. ik zeg het eventjes, dit is bijna 30 jaar geleden. Jawel, je kan zien dat hij super intelligent is en dat hij heel graag wil, heel erg gedreven. We hebben, op dinsdagavonden gingen we dan altijd in het geheim, gingen we op het ski, gingen me rijden. En dan heb ik. Uh, uh, Willem-Alexander, of jullie noemen hem ja. koning. Uh, bij mij was het gewoon uh, Willem-Alexander. Ik pakte gewoon zijn been, beenbeet. Hup, vol gas door het bos uit. Kleepel kan naar beneden, niks aan de hand. Ja, ik, ik, uh, ik heb... Uh, Zou ik die dat net zo gedaan een hebben als bij ons? in de auto gehad, hoor. Was dat ja. net, net als bij ons? Zo van, uh, gas, 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 insturen, ja, insturen, meer, meer. Ja, ja? ja. of was het ja, dan, was dan uh, een... Majesteit... <laughs> nee, dat was, weet je, dat was toen helemaal niet zo. Dat was in die periode, als je het misschien nog kan herinneren... met die Jeep Cherokee in Leiden, dat hij de plomp in was gereden... en dat hij in Duitsland een crash had gehad. Die periode was dat. Ah, dat was de, wilde, de wilde periode. Superhandig. Ja. Toen had hij nog niet zoveel training gehad. kom eens even met je beker. <laughs> kom eens even. Kijk, ik heb een gastspreker. Kijk eens, kijk, kijk. hij heeft ook een beker. Kijk, 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 kijk. Kijk. Ja, kijk. ja. 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 je mag een beeld Mag maken. Rocco zelf wel even vertellen wat hij dit weekend gewonnen heeft? Hij hoort ons o, ook niet, wat maar. Wat heb je gewonnen dit weekend? Uh, de Euro Series in Genk. Uh, nou, niet gewonnen, maar derde kampioenschap uiteindelijk gekomen. Eigenlijk, ja, we hadden het echt nooit verwacht. Uh, Europees kampioenschap. Ja, ja. ja. Nice. Uh, goed zo. We hadden nooit verwacht in het begin van het jaar. En uh, uiteindelijk hebben we dus. Heel goed ja. gedaan. Wat is nu de eerste volgende race voor Rocco Witom? Wat is de eerste volgende race voor jou? Uh, aankomend weekend uh, Merekour uh, Frans kampioenschap. Daar kan en... ik ook nog kampioenschap winnen. Dus. Want hoeveel sta je daar? Eerste met 60 punten voorsprong. Dus. Kijk. Grappig. En hoeveel punten zijn er nou te verdelen in de weekend? En hoeveel punten krijg je in de weekend? Weet ik niet. Oh, ik zou het niet weten. Gewoon winnen, Rocco. Dat maakt niet uit. Hey, Mocht je, je nou een klein beetje de, alles willen volgen. Wat, uh, wat Rocco allemaal meemaakt. En dat kan sowieso op de Instagram van Tom Coronel. Want die plaatst bijna alles van zijn zoon door. Maar inmiddels is uh, Rocco ook een BN er aan het worden. Gewoon Rocco Coronel. Dan kun je alles meekrijgen. Van live timingen, uitslagen. Wekelijkse reportjes die hij zelf inspreekt. Dan ga je ja, nooit super. meer iets missen. Uh, nou, ik jongens, kom toch maar ik, ja, dan ik even terug naar ja. na, 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 na Max, denk ik dan. He, want, uh, ja. Ik. Ja, weet je, we hebben het al vaak gezegd dat er van die momenten zijn waarop je denkt van... Kan het nog anders? Kan het nog beter? Kan hij nog meer verrassen? En het hele weekend. Die kwalificatie. Hij pakte hem met bijna zestiende, zestiende. De afgelopen jaren... Zat te, dat is zat op een normaal circuit de, anderhalve seconde. 1,3 seconde op zijn teamgenoot. Dan zat we te, 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 te kijken naar duizendsten in de race. Uh, hij wisselt dan niet naar die intermediates. En Checo wel. En het schaatje was volgens mij 14 seconden. En dan komt er dus gewoon ja. letterlijk onder in beeld te staan. Rond de tijd rondetijd Ronde tijd max min 4,2 seconden. Ja, misschien moeten we hier even op, op ingaan, want we kregen ongelooflijk veel vragen. Normaal als je een beetje aanzet, wat we in de geschiedenis hebben gezien, eh, zie je nog, weet je, het duurt 15 laps voordat iemand aan de start van de ander is. Weet je, je loopt tussen de 3 en de 16 loop je in per ronde. En op een gegeven moment iemand naast mij, die kon de borden niet lezen, want ik zat op de tribune. En ik zei, ja, het verschil is, is 10,4... 9,8... 8, 8 <laughs> ja, laat maar één rondje is hij erbij. Hoe kan het dat verstappen, nou in zo'n korte baan, gewoon drie, vier seconden sneller is op zo'n zo rondje van, van 4,2 kilometer? Jongens, dat is maar één ding. Dat is Jos. Jos heeft, toen hij jong was, altijd op het moment dat het begon te regenen en dat het slecht weer was en koud buiten, dan gingen de. Recreatiekarters of de meeste karters. Ja, nee, sorry, ik, ik ga even in het busje zitten. Wachten tot het droog wordt. Of wachten tot het helemaal nat wordt. En Jos was precies andersom. Die ging gewoon altijd de baan op. Pakte het kartje. Hup, de baan op. Handschoenen aan. Uh, en gewoon rijden, rijden, rijden in de regen. En dan was het aan het opdrogen. En dan was het weer nat. En dan moest hij zelf inschatten hoe nat het was. En dan ging hij gewoon in de bochten staan. Hier moet je remmen. Nou ja, en dan, en dan ging hij een beetje ermee spelen. En dan ging hij altijd bijna wel niet op zijn snuffert en dan haalde hij de bocht net. En zo heeft hij geleerd door exact dat finessegevoel... van grip aan te voelen in die medium condities. Want je kan namelijk niet inschatten hoe nat het is. Want je hebt namelijk honderd verschillende soorten regen. En daar bedoel ik mee, de hoeveelheid dat het nat is. Dus dan, weet je, als je op de Tarzan aankomt... hoe, 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 hoe glad is het daar? Hoe weet je dat? met die band, exact, dat weet je niet. Nou, en dat is nou precies dat gevoel dat hij aanremt en dan voelt je het, dan weet hij precies op welke snelheid hem de bocht in moet laten rollen wanneer hij het gas moet geven zonder dat dat ding begint te kwispelen. Want ik heb bij Max eigenlijk nooit zien kwispelen. Nou bij iedereen was die auto aan het kwispelen. Nou, en dan zie je dus dat hij het echte gevoel heeft, want dan als je namelijk dat kwispeltje hebt, dan ga je dus te vroeg op het gas en dan verlies je bij het uitkomen van de bocht. En dat had hij dus niet. Hij voelde gewoon de tractie aan en zei: "Oké, okay, nu moeten we hem zo opbouwen, Huppatee, en weg ben ik." En zo heeft hij dat geleerd. Altijd in de regen en de K weer op de, op de karten zetten. Maar Tom, dit, dit moet ook jou gewoon verrast hebben. Op zo'n kort baantje. Ja. ja. Zo'n verschil. Ja, ja, echt. Want, want ja, ik, ja, ik zaten heb die vraag ook niet. Ik dacht ervan, het zal toch niet de dag van Checo Perez gaan worden in één keer zo nee. in, in, in Nederland? Weet je dat, nee, nooit. Nooit. Maar 1,3 op je teamgenoot op deze baan, die deed ook pijn. Ik heb een interview gedaan van, uh, voor Via aan dokter Helmoet Marco. Toen vroeg ik het ook aan hem. Ik zeg, uh, ja, u bent echt een expert. Kunt u mij even helpen? Want ik ben op zoek naar iets wat Max nog zou kunnen verbeteren. Toen begon hij te lachen. Hij zegt, kan hij niet? Kan hij niet? Echt, letterlijk. Dat is wat hij zei. En straks zoiets, Huh? Oké. Okay. Oké, okay, nou, we, we moeten kritisch zijn. Er is best iets. Nee, uh, hij is gewoon de allerbeste ooit. Gewoon letterlijk. Hij zegt, ik, ik ben... Ik zei, joh, ik zit 34 jaar in racing en ik ben een beetje naar op zoek. Hij zegt, ik zit er nog veel langer in. Ik zeg, dat weten we. Dat is, dat is ook juist waarom ik het u vraag. Want er is niemand die meer raceervaring heeft dan u. Die er zo in zit, zo gemotiveerd en zo mee bezig is. Help me even. Ik, ik zoek een puntje waar Max nog kan verbeteren. No possible. Nou, klaar. Einde interview. <laughs> Ja, als je het ja. gewoon in perspectief zou plaatsen, zou het betekenen dat als je Max en Tjeko in die omstandigheden met z'n tweeën rondjes zou laten rijden op Zandvoort. Checo heeft één ronde voorsprong. Dan zou het op neerkomen binnen een rondje of 15, 16, dat dan gewoon Verstappen Checo gewoon totaal weer tot slot gereden heeft. Ja. ja, ja. Het, ja. We, we blijven erop terugkomen. En ik heb echt geen oranje bril op. Helemaal niet zelfs, want jullie zien het allemaal. En ik ben niet de enige die het zegt. Alle experts zeggen gewoon, jongens, ik denk dat we de allerbeste autocreur ooit, momenteel in ons tijdperk, ja, gaan meemaken. En dat was ook wat ik ook zei. Volgens mij is de concurrentie moeilijker dan ooit. Of groter dan ooit. Ja, want vroeger waren de verschillen tussen de auto's en de teams super groot. En dat is het nu niet. Want ja, haal Max maar weg. Nou, dan, uh, zo makkelijk wordt die peres geen, uh, geen wereldkampioen. In de top dus... 6 hadden we gewoon zes verschillende auto's staan... Hè, bij de startopstelling. En als we van stappen hadden meegerekend... en zoals Zack Brown een keer gezegd heeft... haal stappen weg en zet maar twee pressen neer... dan hadden we gewoon in dit geval een startopstelling gehad... met uh, een Norris op pole position. Wow. En ja. vlak erachter. Maar van ja. even van dan uh, uiterst professioneel en wereldklasse... dan toch heel even de oversteek maken naar... Nou, al dan niet zwaar amateuristisch. Uh, want dan kan de strategie van een Mercedes een Ferrari en een McLaren tijdens de Grand Prix van Nederland ook niet onbesproken blijven. Ja. Dat was echt gokken en verkeerd gokken. En ik snap niet dat je met twee auto's verkeerd gaat gokken. Als je dan al denkt dat het droog wordt, want dat dachten ze. En dat het niet zo hard ging regenen. Heb je nog je openingsfase toch even? De eerste ja, uh, ja, ja, ja. Kijk, Max die had zoiets van: nou, oké, okay, laten we het één rondje aankijken. Toen dacht Red Bull, oké, okay, dan kiezen we meteen met press om wel naar binnen te gaan. Dan heb je in ieder geval 5% kans. Toen het de ronde erna gewoon, ja, complete wolkbreuk was, bij de start. Is het gewoon, hup, naar binnen, zo snel als je kunt. En toch heb je nog coureurs of teams die door blijven rijden. En dan denk ik ja. van. Wat wil die, je dan? Die zijn te vol van zichzelf. Dat ook, is eigenlijk. Ook, ook een Albon, heeft. die ook veel te lang door. En hij, ja, nee, op een gegeven moment was hij uh, vijf seconden sneller. Hij lag meer dan een minuut achter. Dan maak je het er niet meer goed. Nee. Dus ja, dat, ik, ik snapte dat niet. En ik, en dan, maar dan zie je het ook bij Ferrari. Er komt Leclerc de Pits binnen. En bij iedereen staan de banden klaar. En ik weet On niet of ze nog de, nog dat de spaghetti het aan het eten waren. Of weet ik voor wat. Je ziet er een paar mensen in paniek naar buiten komen. En het leuke was, ik zat aan de rand bij Vasseur bij zijn, bij zijn mediasessie. Ja, 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 nee, ja, ze hadden eigenlijk wel een goed weekend. Ze hadden eigenlijk weinig fouten. En toen zei er ook iemand: ja, waarom stonden de banden niet klaar bij, bij Leclerc? Uh, ja, ja, uh, ja. Was de call van de kreuren of van het team? Uh, ja. Uh, en dan is het echt zo van: Hé? ik denk, maar je komt toch ineens als eerste binnen? Als jij nou als allereerste binnenkomt, je vlamt dat rechte stuk op. Op het rechtstuk reed recht het in last minute, hup, rechts van het paaltje ga je erin of zo. Maar je komt gewoon ergens in het in treintje aan coureurs binnen. Hoezo kan het zijn dat bij jou als enige de banden niet staan. En dat is gewoon wel... Ja, wat ja, het zal waarschijnlijk voor... een miscommunicatie zijn dat ze niet geweten hebben wie als eerste binnenkomt. En dan weet je natuurlijk ook niet of je de banden van Leclerc of de banden van... Sa weet je, zoiets dan zullen ze je waarschijnlijk je opgegooid Joris, hebben. Dan zet je acht banden klaar. Juist. Juist ze kunnen dubbel ja. steken. Dus er komt er eentje binnen, twee seconden daarna komt de volgende en... Gewoon door, hè? Dat kan ook, hè? Maar dat heeft. 100% eens. Je hebt nu meer verlies door de banden te zoeken. dan, uh, dan door er twee klaar te zetten. Ik weet nog ook uh, in Maleisië toen met die wolkbreuk. moesten ze de banden helemaal van achteruit de pitbox halen. Dan denk ik, waarom ligt het niet altijd klaar? Ten eerste, iedereen wist dat het kon gaan regenen. Uh, dus dan weet je dat, dat, dat ze gewoon pak klaar moeten liggen. En uh, zoals jij het ook zei, Rut. het is alleen bij hun gebeurd. Ja. Dus, dus je kan niet zeggen, ja, nee, omstandigheid, je, weet je, in één keer begonnen te regenen. Nee, zij waren de enige die de vijf seconden door verloren. Alle andere maar, teams hadden wel een shit voor elkaar. Ja, en ik geloof dat het bij Ferrari echt niet alleen die auto is. Die auto is een tool om mee te rijden. Alleen als er omheen het allemaal gewoon niet klopt en het is overal, stel dat je een of andere rekenformule hebt en uh, dan is het snelheid, nou, dat, is een, uh, dat is een acht. De professionaliteit van je team, dat is een 7, dan heb je, weet je nog iets anders. Dan is het niet dat je gemiddeld een 7,5 scoort, dat is gewoon 8 eh, keer 7 keer 7 op de mogelijkheid om 10 eh, keer 10 keer 10 punten te halen. Ja, dan scoor je ergens een 4,5. Zo is het bij Ferrari, het is niet één ja. ding, het is overal het net laten liggen. Maar het weekend van Ferrari heeft het niet, heeft het niet gemaakt in één keer, of verandering, of... Ik, ik, ik... Dit is nou een ding wat nooit had fout mogen gaan. Nee, maar als je zag hoe Leclerc zijn weekend eruit zag, drama, Ferrari. Eh, oh, die moeten zich schamen. Seins ja, was eigenlijk de kerst op de taart. Die uitvalbeurt. Ik denk dat hij voor blij was. Maar um, als, je, als je kijkt in de vrije training, het ploegde me, uh, met regelmaat. Was toen Sainz door de chicane door de grindbak. Nou, toen was Sainz klaar met ploegen, toen kwam uh, Leclerc. Leclerc kreeg een parkeervakken, einde van de Tarzan, waar normaal de coureurs <laughs> zeg maar rechts gingen. Daar was een parkeervak speciaal ingericht voor Charles Leclerc. Zondag ging ik, eh, zag ik bij de Tarzan, keek ik naar links, ik zag nog de remsporen. Ik zeg, ah, dat is voor Leclerc. Ja, ja. Maar Tom, Leclerc in de quali. In de, in de ja, liggen, jij het eruit, je bent de expert van Zandvoort. Wat gebeurt er? Waarom gaat hij hier af? Ja, weet je, de, de, ik heb bij zoveel mensen... <coughs> Sorry, Feestje, je komt even, even binnenlopen. Uh, heel veel mensen zag ik fouten maken die niet klopten. Een Joe die in de regen reed op de ideale lijn in de Kuma-bocht. Ik keek zo ik dacht, dat kan helemaal niet. Dat gaat 100% fout. Twee seconden later, hoppa, tot hier in de rindbak. Ik zie ze aanremmen bij de Tarzan-bocht, Tarzanbocht. Ja, en dan, dan weet je dat je ietsjes naar rechts moet. Want helemaal aan de linkerkant is het natuurlijk gewoon hartstikke glad. Want er ligt namelijk rubber. Uh, cohesie, adhesie, rubber en water, dat gaat niet samen. Dus dan moet je altijd net iets van de ideale lijn afremmen. En dan zie ik ze gewoon hier remmen. En dan zie ik ze veel te snel terugkomen. En denk ik: Ja, dat ga je niet halen. Kijk, stuur je dan naar beneden. Dan wordt in één keer de bocht 20 meter langer. En dan haal je het wel. Maar in één keer komen ze dan op het geverfde. Het groene en dat blauwe. Of wat was het? Ja, groen was het, geloof ik. Ja, een geverfd deel van het asfalt. Weten we ook allemaal. Is nog veel gladder. Dus ze denken: Oh, ik haal het. Ik haal het. Weet je wat? Ik pak de escape road. En zelfs die escape road halen ze niet. Bam! Ja. Het zag er allemaal zo klunzig uit. Zo klunzig. Twee dingen wat mij is opgevallen. Track knowledge bij een hoop autocurse in de regen. Daar hadden ze een beetje info kunnen, kunnen vragen aan ja, gewoon mensen die er vaker gereden hebben in de regen. Want Zandvoort heeft echt een hoop trucjes in de regen. Uh, de punten waar het fout kan gaan en hoe je erop moet reageren. Ja, ik, 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 ik vond het er allemaal toeristisch uitzien. En ik zag ook vaak een lijn dat ik echt denk... Is dat dan omdat die auto zo groot is, zo zwaar is of zo? Ik zeg maar dan nog: er is maar één ideale lijn. Er zijn er geen twee. Die bestaan echt niet. En dat, ja, dat, dat verbaasde mij. Ja. Dan hebben we het even over Ferrari gehad en, en de miscommunicatiestrategie. Uh, gewoon een hele flop weekend zou je kunnen zeggen. Um, Tom, jij kent natuurlijk Zandvoort door en door, zowel droog als in de regen. Het begon te ja. regenen. Jij stond letterlijk met je, met je gezicht in de regen. Wat dacht ja. jij toen de coureurs waren, onder andere de coureurs van Mercedes en van McLaren, die dachten: we gaan, we gaan niet naar binnen en we blijven gewoon op die slicks rijden, op de softs? Ze krijgen, de ze krijgen de verkeerde informatie. Dat, dat is gewoon wat mij heel erg is opgevallen. Um, want anders blijf je niet doorrijden. Want je weet namelijk dat je in een ronde 15 seconden gaat verliezen. Nou, een pitstop is uh, 15, uh, 15 seconden, dat is 20 seconden. 20, dus, ja, zoiets. 20. Dus uiteindelijk, met anderhalve ronde, heb je iemand terugverdiend. Want dat is gewoon wat het is. En je neemt risico dat je eraf vliegt. Dus, dus ja, in het begin van een race vind ik dat je geen risico moet nemen. Um, ja, dus dus, dus ik, ik, de hele denkwijze zie ik niet. De denkwijze bij Ferrari heb ik, heb ik het hele weekend niet gezien. Ik zag nee, op een gegeven moment... gingen ze met low downforce settings rijden. Ik denk low downforce op Zandvoort. Alles is medium en high speed. Ten tweede, je weet ook nog eens een keer dat het nat gaat worden. Dus je hebt gewoon downforce nodig. Kijk maar naar topsnelheid. Red Bull had de hoogste topsnelheid. En da daarna was het Ferrari. Yo, kijk niet naar die topsnelheid. Dat getalletje is niet belangrijk. De stopwatch, die is belangrijk. En... Ja, ik, weet je, ik, ik, ik kan het niet aanzien als dit soort dingen gebeuren. Echt. Ja. Prutsers. Ja, um, ja we, we hebben nog zo ontzettend veel te bespreken. We hebben nog Esther Martin met de vraag of ze terug zijn, wel of niet. Of Alpine toe is aan een ultieme verbetering. We gaan het eigenlijk zo hebben over Liam Lawson. We kunnen het ook nog hebben over het topweekend van Alexander Albon. Ruud, als ik nu deze vier dingen opnoem. Uh, wat is iets wat jij sowieso even uit wil lichten? Uh, ja, laten we met, uh, met Ricciardo slash Lalsson beginnen. Dat vind ik wel leuk. Uh... Nou, de stelling die ik die in wilde gooien is... Uh, in eerste instantie vinden we Lalsson een betere vervanger dan Danny Ricciardo? Want het is voor de tweede keer dat Yuki Tsunoda in de eerste race van een nieuwe teamgenoot wordt verslagen. Nou, nah, kijk. Wow. Weet, je, weet, je, weet je wat het is, dat Joris? Kijk, je, je, je mocht er... Je mocht er helemaal niks van verwachten van 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 Lawson. Ik bedoel nee. nog 0 Formule 1 races op zijn naam. Eigenlijk ook nog uh, bijna nooit in zijn ding gereden. Uh, drie keer getest. Jawel, jawel, jawel. Ja, maar tot drie, drie keer. Ja, maar als ja, als hij ja, okay, gewoon die auto ja. heel Grijpje. over de finish had gereden met in 70 of 71 rondes, afhankelijk hoe vaak die gelept werd, had hij gewoon een perfect weekend gehad en alles wat daarbij zou kunnen komen, een inhalactie, een positietje winnen, noem maar, maar op, dat was gewoon Mooi meegenomen, toch? Dat was, het was gewoon leuk ding te missen met Toen hij met Leclerc aan het vechten was, dan had ik echt zoiets van, hè? Wat, wat is hier aan de hand? Ja, maar Tom, iets wat jij gemist hebt, denk ik. Ja. Hij unlepte zichzelf bij Max Verstappen. Oh ja? Ja, ja de, de, en die. Nee, die heeft bijna niemand gezien. En die was mooi. Hij pakte Max even terug. Oh, <laughs> en een aantal bochten okay. de rand denk ik, de tot tot de boord te rijden en zei van, uh, dat is Max, dat is Max, laat hem even voor mij. <laughs> Maar dat was, oh. uh, was na, na een stop van Max, was dat. En ja, daarvoor vond ik wel ballen toden. Gewoon zo van: oké, okay, nou ja, ik, ik haal je wel in. Ik blijf er niet achter. Maar hetzelfde met Leclerc. Toen dus Dat was stappen oude banden. Ja, verklaarde. Ja, gewoon ja. Was hij net niet slim genoeg met die DRS? Dan denk ik: oh ja, dan zie je. Dan zie je dat ze, dat, ja, dat ze daar niet over nadenken. Gewoon instinctief: hup, nu die auto voorbij. En Leclerc ging hem weer voorbij. Door die, uh, door die tweede DRS op terecht stuk. Maar het is wel mooi om te zien dat iemand zich. ...aan het ontwikkelen is. Je ziet dat dit toekomstig Formule 1-coureurtje gaat worden. Dat, dat, is, dat is gewoon een feit. Maar hij heeft to het natuurlijk ook wel he? no 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 ja, normaal, ja, ja, normaal heb je dat je eigen in alle rust een beetje kunt voorbereiden... ...of je komt er ergens in en je hebt nog een vrije training... ...en een kwalificatie in het droog. Nou, uh, Spetter, Spieter, Spater... Uh, ...alles viel voor hem wel echt letterlijk in het water, weet je. Ik bedoel, denk ik denk dat hij tien rondjes droog heeft gereden. Ja, en ik weet niet hoe goed hij het kende, maar het is niet zo'n heel makkelijk baantje volgens mij om echt, echt hard te gaan. Ik vond dat hij het lekker deed ook in de race, een beetje knokken. Hij, hij reed niet moedersiel ziel alleen achteraan. En ja, We hebben wel eens creurs gezien die bij een debuut gewoon uh, ja, helemaal verzopen. En je rijdt eigenlijk in de slechtste auto. Ja, wat laten we zeggen, hij rijdt natuurlijk en in de slechtste auto, weinig ervaring. Tijdens de kwalificatie werd hij twintigste, nou, misschien logischerwijs, 1,3 seconden achter de nummer 19. Maar vervolgens in de race verrast hij wel wel eigenlijk vriend en vijand door inderdaad wat in al acties te doen, max te inleppen, nou ja, noem allemaal maar op. Um, Hoe lang denken jullie dat wij nog van hem kunnen gaan genieten dit jaar? Want uh, inmiddels is bekend geworden, gisteravond, zondagavond, Danny Ricciardo is meteen geopereerd aan zijn middenhandsbeentje. Um, ja. Er was eerst een verhaal, maar nou, hij gaat sowieso ook nog Italië missen. Singapore is misschien nog een mogelijkheid. Ik denk dat Tinu nu 100% is uitgesloten door zijn operatie. En natuurlijk, Singapore is een verrekkes moeilijk baantje. Um, je zou, zou op een gegeven moment ook gewoon een call van Red Bull kunnen zijn. Dat als Liam Lassen het daadwerkelijk prima doet. Dat ze gewoon Danny Ricciardo misschien nog een paar weken extra aan de kant zetten. om 100% te stellen. Of nee, ik, nee, ik zie jou nee, ik Ricciardo zie je dat alweer zo goed. snel mogelijk terug. Die komt echt zo snel mogelijk terug. Je hebt, je Zodra Ricciardo je... maar denkt dat hij het kan... dan stopt hij meteen ja. die auto in. Je hebt uiteindelijk heb je, heb je ook gewoon een contract met iemand. En uh, de vraag hoe lang het die weg is... kijk, ik zie mijn monster niet rijden. Dat, dat geloof ik niet. Nee. Alleen, anderzijds uh, zijn er motorkeurs die op uh, vrijdag en zaterdag het asfalt knuffelen... Uh, pin in de ring gejast worden... en in theorie bij wijze van spreken... op zondag op de motor zitten. Of in ieder geval de weken erna. Dat je ja. denkt van... ieder normaal denkend mens... Die zou zeggen, nou, doe ik even niet. Maar ja, ik denk dat die Monza mist en daarna misschien gewoon terug is. Lens Troll, die uh, brak natuurlijk ook allebei zijn polsjes. Ja, de week ervoor. Of hij scheurde het. Maar ik ben geen dokter hè, en ik denk dat voor ons alle drie geld. En de ene keer heb je een mooie breuk, en de andere keer is het een haarscheurtje. En de andere keer is het. Maar Tom, kun je ja, even uitleggen? Er uh, je meerdere breukjes gevonden in zijn uh, hand? Ja, kun je uitleggen wat er gebeurde? Want hè, we hadden natuurlijk uh, uh, Piastri die eraf vloog. Ja. Brik jouw niet op, want de, 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 het gele ja, het is, bord ging aan. Het gele bord was al aan. Althans, dat, dat, dat zag ik toen niet voorbij reed. Alleen, ja. daar kijk je niet naar. Deze bocht is zo indrukwekkend en zo uitdagend, dat je, 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 je kijkt, het is een sortiment van zo er tegenaan. Weet je wel, zo. En op het moment dat je dan die kant op kijkt, denk je, oh, te laat, daar staat iemand. En daar moest je op reageren. Dus. Hij, hij wilde eigenlijk iets naar rechts. Hij wilde het eigenlijk ontwijken, maar dat ging niet. Dat, dat is al te laat. Toen zat hij al in de compressie, in die bocht. Toen klapte die tegen de reling aan. En uh, als je je stuur vasthoudt, je wielen, ja, die doen klonk, weet je wel? Dan uh, klak en dat slaat zo tegen je hand aan. Of hij slaat er eigenlijk uit, ja, hè, Want hij zit er half in, zijn, volgens mij. Hè? Dat klopt. Ja, ja dat, dan slaat hij in één keer eruit. Ja, en een klong. en een a. Ah! Ja, dan is het klaar. Want je zag al toen hij uit de auto stapte. dat hij zo zijn hand legde op de halo. Had hij zo erbovenop gelegd. En toen zag je hem al zo dit doen. Heel voorzichtig. Hij wist al direct daar dat het, uh, dat het uh, ellende zou worden. Ja, die pols die knam dus echt zeg maar, tegen de veiligheidscel aan. Omdat inderdaad dat stuur in één keer naar nee, links of naar rechts schoot. Uh, nee, je zit, met je, je zit er natuurlijk zo half in, hè? Met je duimen ja. en je hand. Uh, Want ja. je pakt een beet. En op het moment dat jij denkt, ah wacht even, ik wil hem ietsjes weg hebben, dan slaat hij eruit. Dus dan slaat hij of dit aan de kant of dat aan de kant. Ja, en ja, dan, dan zal hij wel een klap krijgen dat hij tegen, uh, tegen de monokok aankomt. Dat zal ook wel kunnen. Ik bedoel, ik heb het ook wel eens gehad dat hij een beetje beurs was, dat hij er tegenaan sloeg. Maar ik denk dat de eerste klap, dat die het gelijk breekt. Maar is misschien wel hard. mooi om te zeggen, misschien, ja, mooi, de ervaring misschien ook van gekjouwde. Want hij had, hij had zelf gezegd: hij had eigenlijk twee opties. Hij wilde inderdaad eerst naar links sturen. Maar goed, hij ja. haalt er heel snel door. Als ik dat ga doen, dan ram ik Piastri waarschijnlijk vol tegen zijn, tegen zijn zijkant of net zijn achterwielen. Dus misschien 100%. ook zijn ervaring. Waardoor hij gezegd heeft: ik haal hem niet bam, dan maar de muur in. Want anders rij ik vol een, een, een collega uh, met, wat is het, uh, ik weet niet hoe hard je die bocht in, uh, in peren. Maar ik denk dat dat geen lekker klap was geweest voor Piastri dan. Nee, maar hij was alleen, weet je, de tijd was ook te kort eigenlijk om je handen van het stuur te halen. Want je wil naar links, ja, en, en dan ga je recht en dan wil je er eigenlijk vanaf. Je gaat niet tijdens het insturen dat je dit doet. En ik denk instinctief worden de creurs daar best wel op getraind. Alleen in dit geval, hij was gewoon te druk en er was geen ruimte. Normaal heb je nog een grindbakje of iets wat erachter zit. En nu was het gewoon twee meter, boom. En dan nog één dingetje die ik uit wil lichten. We hebben natuurlijk veel gehad uh, dit seizoen over regen, rode vlaggen, starts uitstellen, noem maar allemaal maar op. Um, in dit geval, er waren nog een aantal rondes te racen. Um, er gingen inderdaad een aantal coureurs bij de Tarzan voorrecht door. Ik moet zeggen, als publiek zijn, dan ziet het er vrij amateuristisch uit. Want je denkt gewoon, jongen, rem gewoon als je ziet dat voor je al drie <laughs> mensen rechtdoor schieten. Maar dat is natuurlijk een ja, stuk lastiger. Um, nou, maar dat zie je echt niet. Dat zie je ja, zwaaiden zwaaide de FIA niet gewoon te vroeg met de rode vlag en hadden coureurs op fullwets... Prima, die laatste zeven rondjes kunnen, kunnen afmaken. Nou ja, daar heb je de full wets voor. En die worden eigenlijk nooit gebruikt. Dus ja, het kan. Alleen, zij willen niet dat iedereen dan in een spray rijdt. Maar dat is natuurlijk het, hetgeen wat er gebeurt. Ik bedoel, er ah, wordt Tom, gewoon een mistgordijn voor je. Het, 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 ging, het ging wel echt een keer. Het was niet ja. dat het een beetje regenen. Ja. Nee. Ik bedoel, nee, je Maar je laat ze wel rijden op slicks als het gaat regenen. Ja? Maar met de regenbanden bij een wolkbreuk, dat, dat dan niet. Dan had je, toen het begon te miseren bij de eerste vijf rondes, weet je wel... dan had je ook direct de rode vlag. Dat was pas gevaarlijk, die gasten op sliks laten rijden. Met koude banden ja, tot, en in één toen, keer... Ja, toen maar toen, toen hadden ze de keuze om gewoon te wisselen... naar Intermediates of naar volweds. Uh, ja. ja, maar er waren ook mensen die doorreden. Uh, jawel, maar als je zag hoeveel water in de paddock stond... Joh. ik bedoel, je stond zelf tot je enkels in het water. Dan, uh, dan, 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 heb, je ja. dan heb je toch nul, nul grip meer. Dan, ik, vond het, ik vond het goed dat ze hem even stillegden. Alleen, dan is het wel... het was een bui van... Vijf minuten heel erg hard, een beetje na En dan moet je, als die vijf minuten heel hard zijn, moet je vijf minuten later weer kunnen rijden. En dat duurt altijd ongeveer een half uur voordat we weer gaan rijden. Het was inmiddels al twintig minuten een droog. Of, officiële startopstelling, hoe gaan we het allemaal bekokstoven? Komt er nog een wolkje aan? Dat, dat, ik, ik begrijp dat ook niet. Kijk, niemand wil echt zijn vingers branden dat het fout gaat. En al helemaal de via niet. Um, want dan krijgen we Abu Dhabi uh, perikelen natuurlijk. Maar Rut, even terugkomend. Als je op sliks kan rijden in de regen, kan je ook op regenbanden rijden bij een wolkbreuk. Kijk, wanneer het niet kan, wat jij bedoelt, is op het moment dat je gaat aquaplannen. Ja, nou, dan ik denk, ik denk dat er wel ja. bepaalde bochten waren waarin dat wel het, ge, het geval was. En Waar dan? dan? Helemaal niet. En niet ik hard. denk Waar dat dan? het einde van het, van, het rechte, van het rechte stuk deed mij een beetje denken aan de Nürburgring in... En de race op intermediates. Het waren al... de mensen op intermediate Er is niemand op de regenband terecht doorgeschoten. Niemand. Alleen intermediates. Nou, volgens mij de enigen die wisselden naar de regenbanden. Uh, waren toen Verstappen en later, later PRS. Ja. Maar. Ja, ja, ja. Was, was denk ik die crash van, van Joe? Was dat dan de call van via dat ze dachten: oké, okay, nu is het klaar, nu moeten we ja, rood gaan? Dat zal ook kunnen ja, zeggen: ja. we doen een safety car, iedereen rijdt erachter, dan kan iedereen gaan pitten naar Inter. Nou, ik denk dat, dat ze bang, bang waren dat uh, ja, er waren, denk ik, in die, op dat moment. Uh, volgens mij wat we bij de alfas, je had Checo Perez natuurlijk gehad. Er gingen zoveel Claire, kruis zo Zoveel <coughs> ja. kruis ja. recht door. Ja. 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 En als er dan iemand staat, dan heb je. Het probleem gaat hij uitstappen, gaat hij niet uitstappen? Oh, er komt nog iemand right. aangevlogen. We hebben natuurlijk Bianchi gehad in de regen, eh, die onder een kraan doorschoot. Dat soort Super, dingen willen ja. ze niet. Ja. En ik vind, ja, ik goed. vind het prima dat je dan, eh, dat je dan hem stillegt en ja, maar jongens, ik vind het nog steeds gewoon. Ja, het is een weekend waarin zoveel gebeurt. Dus ik denk dat we nog anderhalf uur hierover kunnen, kunnen, kunnen kan praten. Want ja. je gaat ja. je drie podcasts Maar ja, gelukkig leiden. kunnen, kunnen de, de, de Racing News fans van de podcast ons een handje helpen. Want we zijn, denk ik, aanbeland bij de Racing News vragenronde. Waarbij jij als luisteraar, <laughs> als kijker, hoe je het wil noemen. je vragen achter kan laten en de leukste noteren we dan. En ik bewaar ze ook voor zomerspecials, winterspecials, noem maar, maar, maar op. Heb je nou een vraag? Volg ons even op Instagram, Racing News 365. Er komt zondagavond altijd een stellingartikel of een vraag. Artikel op de story, daar kun je hem achterlaten. Mij mag je 24/7 ook een DM sturen op Instagram, @jorismosterdijk Joris Mosterdijk. Uh, en dan ga ik gewoon wat vragen noteren en erop zetten. Uh, in eerste instantie Jani Groters, die heeft een vraag speciaal voor Tom. En ik moet wel eerlijk zeggen, deze vraag heb ik meerdere keren binnengekregen. Uh, die zegt onder andere Jani, die zegt: Tom, lijkt het je niet wat om een vaste pet reporter te worden? Ik vind dat je het heel leuk en goed doet. Jazeker. Maar ik, ik race zelf nog. Uh, ik heb andere activiteiten natuurlijk ook. Ik, ik bedoel, ik moet ook mijn centjes verdienen. En ja, ik wil niet 24 keer ergens in het buitenland zijn. voor die drie vrije trainingen als pitreporter. Want ik bedoel, het, het zijn natuurlijk de vrije trainingen dat je de pits in mag. Maar ik hoor wel van heel veel mensen zeggen. Jeetje, wat een leuke bijdrage. Wat een goede info. En ik sta er altijd bovenop. Ja, ik ben natuurlijk een beetje sneaky. Ik ben natuurlijk een koronelletje. En ja, dan, dan weet je, ik, ik, ik probeer gewoon altijd direct erbij te komen. Het allermooiste was het interview had ik natuurlijk vanuit Max, vanuit de pitbox naar de grid toe. En de Italiaanse pitreporter, dat was uh, dat vrouwtje van vorig jaar. Ja, die was al heel boos vorig jaar dat ik, uh, dat ik Max had, helemaal tot aan zijn auto. En toen kwam een andere jongen, die kwam achter me staan. Ja, mag ik hem ook even interviewen? Ik zeg, joh, ik doe twee vragen. Uiteindelijk heb ik er drie van gemaakt. En heb ik hem ook even de mogelijkheid gegeven. Maar ik zag haar staan. En ik zag haar kijken en echt denken, damn, daar staat hij weer. Ik maak geen kans. Nou, dat, <laughs> dat, dat, dat is natuurlijk al heel erg grappig. <laughs> um, maar nee, ik, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik heb daar hele goede respons ook op gekregen. Echt heel veel mensen. Wat een leuke info. Wat doe je dat handig. Weet je, en het is gewoon live. Hè? Dus je staat er echt. En er zit iemand in je oortje. En die zegt gewoon: Tom, uh, ja, jij staat nu bij de pitbox van Ferrari toch? Mooi. Drie, twee, één. Boom. En dan ga je erin, hè? Zo gaat dat. Ja, dan moet je ook echt jezelf zijn... en dan moet je ook echt kunnen praten... gewoon vanuit je hart. Ja, en dat, uh, dat schijnt mij redelijk goed af te gaan... als het over autosport gaat. Maar dat mag ook wel, hè? We <laughs> zeggen, nou, slechts 34 jaar, hè? Nou, misschien ja. dat we als je als zelf niet meer... Ja, een race. race over een jaar of 15... dat, je, dat we ja. je dan wat vaker gewoon op de grid gaan zien. Gaan we even naar Formule 1-gerelateerde vragen. Bram vond ik het leuk. Die zegt, ik zit voor te kijken... en ik vond het een magische race. Nu ben ik daar vorig jaar geweest... en zag ik een Lambo en een Ferrari... en meer van die auto's recreatief rijden. Maar mijn vraag is... Zou Een Bugatti Veyron of een ander type op Zandvoort een Formule 1-wagen bijhouden, inhalen of kansloos achteraan rijden en ook andersom <laughs> zou een Formule 1-bolide Le Mans kunnen winnen. Ja, uh, nee, een Formule 1-auto kan helemaal winnen, want die heeft niet uh, een tank die, uh, die, het, uh, die het constant, uh, ja, toch eigenlijk wel nee, is niet waar. Er zit gewoon, uh, zit gewoon een goede 100, ja, 100, ja, maar 100 kilo. Ja, nee, maar er zit hetzelfde in, want die rijdt ook anderhalf uur. En Le Mans, ja, ik York, hij, kan, hij, kan drie, uur. hij kan 350 plus kilometer rijden. Hè? Ik bedoel, ja, of ja, ja nou, hij nou, zal ongeveer 350 het, Hij zal iets sneller zijn, omdat hij natuurlijk ook, ook ietsjes lichter is. Dat ja, is ook niet, Het is nu 800, Wat is het, bijna 900. Nee, dat ik zit even 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 er is mijn minimale gewicht is 6,95. Nee 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 nee, 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 nee. Joris, dat was een 1983, nee. 1983 ja, maar, Flintstone dijperk Ja. Nee, ik zit even te denken, weet je, want een Le Mans auto, LMP 900, was 900 kilo. Dus daarom, ik zit even na te denken, Formule 1 is ook een beetje uh, daar nu in de buurt. Dus weet je, dat is nagenoeg allemaal een beetje gelijk. Maar Formule 1 auto wint natuurlijk. Ze hebben toen die test gedaan op Spa, met die Porsche. En uh, toen was de Porsche sneller dan de Formule 1 auto. Maar ja, dan is het weer een, een, een kwalificatiebanden van één ronde, weet je wel. Dus... Uh, nee, Le Mans blijft uh, uh, heel gaaf, maar een Formule 1-auto blijft altijd sneller. Altijd. 100%. En als we dan de eerste deel van zijn vraag pakken, zo'n Bugatti Veyron of een ander type Bugatti, gewoon die ook 400 uh, nee. kan, uh, wordt veel te zwaar, veel te log, veel te lomp, is gewoon uh, 40, uh, 30 seconden te langzaam. 30 seconden. Nou, helemaal ja. goed. Loes de Leijer, die zegt, hoe kan het dat er maar een bepaald aantal, beperkt aantal intercent en full-wets beschikbaar zijn? Dat strookt toch niet met de huidige focus van de FIA op veiligheid tegenwoordig? Wat zei je? Dat, dat, dat er we, maar een, echt een beperkt aantal inters en full wets beschikbaar zijn voor de teams. Veel minder dan bijvoorbeeld de slicks. Nou ja, wat je dan doet is uh, ten eerste limiteren. Ten tweede is uh, niet oneindig verbranden van rubber. En je moet er dan ook in het weekend moet je er, ja, slim mee omgaan. Want als jij je intermediates oprandt bij een opdrogende baan... Iedere keer bij de vrije trainingen. Ja, heel gaaf om bovenaan te staan. Maar dan in de race ja, de, heb je niks meer. Is het gewoon op. Maar dat is in principe hetzelfde ook als sliks. Als jij al je rode banden gaat opbranden, dan heb je ze ook niet meer voor de race. Ja, er waren diverse coureurs die geen nieuwe bandjes hadden in, het, in de slot. Waaronder Carlos Sainz. Die had, eh, op een gegeven moment had hij geen nieuwe Inter's meer. En die had ook eh, ja, Softs, waar ook het beste wel van af was. Um, en dan zag je hem ook weer vechten met die auto. En dat is dan echt, dat je denkt, ja, dat was dan ook weer net... Het, het, het net niet, zeg maar. Hè? Dat, ja, maar ik ben het er met Tom eens. Je moet als team moet je keuzes maken. En ja, als je. Slim omgaan. Ja, ja. ja als je je banden er helemaal. <coughs> sorry. Als je banden helemaal naar gort rijdt. En als je dan af en toe net als een Sainz of een Leclerc. Even een, gritje, een grindbakje meepakt. Uh, of je jezelf zo verremt dat de hele set gewoon meteen weg is. Ja, maar dat is zo'n beetje van. Uh, ja, baas, mag ik nou nog een nieuw setje? Mag ik dan nog een keer proberen? Ja, zo werkt het ook weer niet. Dus, maar goed, ze hebben allemaal een extra setje gekregen. Hè? Toen, het ging, toen het op zaterdag zoveel ging regenen, krijgt iedereen gewoon een setje extra interesse bij. Dus ja, het hoort erbij. Het is uh, ja, spaarzaam omgaan met je spulletjes. Net als thuis, Joris. Dat is zeker waar. Oh, dat, zeg je nu die, die tas die jij half van mij gesloopt hebt, uh, bedoel je nu? We gaan door met de volgende vraag. Jesper Moor, die zegt: Waarom lopen er na de race tijdens de interviews assistenten met de coureurs mee die de gesprekken opnemen? Dat is niet zo heel moeilijk. Dat is om te, mede te zorgen eh, dat a het team zelf wat, wat quotes heeft, maar ook dat jij niet een of ander verhaal eh, optekent wat vervolgens helemaal niet klopt. Je hebt daar de media pen en dan zet je niemand langs met een tape-recordje vanuit het team. Um, sommige delen worden ook nog opgenomen door RV. Um, maar ja, anders kun je hele mooie verhalen gaan schrijven. En als een keur dat helemaal niet gezegd heeft in die media pen, dan krijg je er natuurlijk ook een hoop gedoe mee. Zij tapen dat, dat is eigenlijk gewoon tweeledig, dat ze zelf quotes hebben. Maar dat ze ook kunnen zeggen: van hé, hey, die Joris, hè, wat heb je. Nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd er in de media pen. Jawel, zeg jij dan. Nee, hier en dan heb je gewoon de tape. Dus het is, ook, uh, het is tweeledig, is het. Eigen quotejes en daarna ook ervoor zorgen dat ze kunnen checken of het wel allemaal waar is wat er geschreven wordt. Ja, ja. en ook terecht. Zeker in deze tijden. Lars Knops die zegt: Peres kreeg een 5 seconde penalty voor speeding in de pitleen. Hij kuste daarbij ook nog heel even uh, zo de pitmuur. Ja. Maar gelijk bij het te hard rijden in de pits kwam er een rode vlag. En bij een rode vlag-situatie rekenen ze altijd een ronde, een ronde terug. Maar toch kreeg hij een, kreeg hij een penalty. Hoe kan dat? Ja. Ja, maar een straf reken je natuurlijk niet een ronde terug. Dat is natuurlijk heel iets anders. De ronde terug is puur en alleen om een, uh, een startgrid te bepalen, om een resultaat te bepalen. Maar een, ja, een, een, een feit, die, 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 uh, die, waar normaal gesproken een straf voor zou moeten worden gegeven, dat blijft natuurlijk altijd staan. Altijd. Anders kan je net zo goed zeggen: joh, ik heb iemand eraf gereden, maar dat was een rode vlag, dus dat telt niet. Ja, nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nou, dan nog de allerlaatste vraag van bij Bart. Die zegt, hoe kan het dat ieder team... nou weer andere weersvoorspellingen hebben? Want we hoorden op een gegeven moment de boordradio's... waarbij ze bij Leclerc zeiden, nou over tien minuten. Bij Verstappen zeiden ze helemaal geen regen. Uh, bij Williams zeiden ze hagel onweersneeuw. Ja. Hebben ze niet gewoon een algemene weeronline.nl... waar ze hun bronnen vandaan halen? Zeker wel, zeker wel. Ze hebben het allemaal een eigen weerstationnetje. Maar ook de Formule 1 heeft een eigen uh, scherm. Ja. Waarbij uh, gewoon de, de wolken... Die Weet je, ze, ze schrampten net langs Zandvoort. Echt, ik, ik weet zeker, als je 50 meter de zee was ingegaan, dan, uh, dan regent het gewoon. En dan heb je het over 200 meter. Want die wolken, ja, die, die, die schrampten er gewoon langs. Dus dat was natuurlijk het probleem, dat je niet exact kon inschatten of die er overheen kwam of net daarnaast. En tevens, ook niet vergeten, is die radio's, die worden van tevoren opgenomen en die worden later ook afgespeeld. En vaak een, daar zit uh, een, een vertraging in. in. Ja, maar, en dat klopt niet. Dat klopt dat, niet. Het, het was al zo erg, Joris. Dat ik bedoel, jij zat bij de Tarzan bocht. ik zat in de paddock. Nou, daar zit je denk ik 6-700 meter uit elkaar. En we hadden die plans bij. En jij zit: het is droog. Ik zeg, Joris. Lul niet, het regent hier nog echt. Als je dit droog noemt, ja. dan ga je lekker buiten staan, weet je? Dat, dat was ook, even... was ook bij, de, bij, de, bij de start dat jij zei: het regent. Ik zeg: vriend, lul niet. Ik sta op de startgrid, ik sta letterlijk bij Rempunt 70 meter. Ik zeg: het is helemaal niks aan de hand. En op het moment dat de allerlaatste coureur 19 stilstond, bam, regen. En toen gingen ze nat wegrijden. Dus dat was eigenlijk ja. best wel grappig dat jij, ja, ik kon jou, we konden bijna naar elkaar zwaaien ongeveer. Maar het was toch wel gewoon een groot verschil. Ja, maar het is, uh, ja, en die radars, ja. Weet je, dat, uh, als je de, de bijeraders het afgelopen weekend gevolgd hebt, met alle respect, er klopt er gewoon helemaal geen jota van. Eerst was het donderdag. Nee, maar dat is, komt omdat aan, bij de kust, Ruud, daar zie je de wolken, die zie je samenkomen, die worden daar gemaakt. Dus in één keer komt er een wolk die daarvoor helemaal er niet was. Dus je moet dat de hele tijd in de gaten houden, dan werd dat groen, geel. En dan heel voorzichtig uh, werd het rood. En op het moment dat het rood werd, denk ik: Wow, nu moeten we gaan opletten. En ja, ja dat kon in 4, 5 minuten kon dat veranderen. Nee, maar ook gewoon, ook gewoon qua hele voorspelling dan. Dat je af en toe hebt van: Nou, uh, er komt 21 mm water. Oh, er komt uh, 4 mm water. We hebben de hele week natuurlijk dat veel bericht in, in, in de gaten gehouden. En de ene dag dacht echt van Nou, maar oh, daar komt een gezondertje of zo. Ja, ja. En dat maakt het wel gewoon uniek. En ik denk dat het, hetzelfde met Monaco, daar reegt het eigenlijk heel vaak ook net niet. Ja, dat uh, en als het dan regent, dan regent er vaak ook wel in één keer goed en haag. Flink, maar ja, het is leuk. Ik uh, ik pleit voor dus meer, meer regen. Meer inschatten. Meer ja. regen. Nou, ik ga jullie dadelijk vertellen of we ook regen gaan krijgen komend weekend tijdens de Grand Prix van Italië. Maar we gaan eerst naar de terugblik van de voorspellingen van de Grand Prix van Nederland. <laughs> want vooraf was de stand 203 punten voor Tom, 237 punten voor Ruud. Voorsprong van 30 punten. Uh, ja, ik, ik kan jullie voorspellingen niet anders dan priest noemen. Want uh, jullie oh, zaten oh, echt. Brood, brood, brood. Brood. Hey, helemaal niet. Hey. We hadden het best Pop, goed. Ja, hey Tom, zij pole position. Lewis Hamilton, die kwam niet eens in Q3. Ruud, nee, jij klopt. zei Piastri pole position. Oh, nou, die ja, zat ook oh, in de buurt. Oh, oh, oh. Piastri stond tweede voordat de laatste run begon. En we mochten geen max verstappen noemen. Dus eigenlijk half punt voor mij. Ja, fout. Dat... Geen punten. <laughs> alles, dan hadden wij alles, de, top, de, de top drie. Nou goed, ik weet niet wat jullie ingenomen hadden. Maar uh, Tom, jij zei verstappen Hamilton Leclerc. Nou, levert je alleen punt op voor verstappen. Ruud, je had verstappen Hamilton Norris exact dezelfde punten en dan was de voorspellingsvraag van Tom Coronel hoeveel bandenwissels gaan we krijgen tijdens de Grand Prix van Zandvoort met alles een en iedereen erbij. Je hebt een troostpuntje. Dan uh, hadden Deze wij de Tom Coronel, de Coronel die zei uh, drie punten, of die zei drie punten, die had drie punten, Hij had het goed. Uh, Tom zei namelijk 50. pitstops, Ruud zei 47. en hebben jullie nou een te waren? 89. 89. Ja, wat Jij weet dat gewoon. Jij weet dat gewoon. <laughs> Zet het er 89? Want dan ja, klopt mijn je, informatie niet. Hoeveel was jij dan? Ik had er 71. <laughs> nou, ik zag je Wij zijn er 71. 71. Ik nou, in ieder geval, het zijn er sowieso meer dan 50. Dus de punten zijn voor Tom. Zorg ervoor dat Tom drie puntjes inloopt. Met de nieuwe stand 216-247. Terwijl Ruud even op gaat zoeken hoeveel pits op er zijn geweest. Ga ik even met je vooruitblikken op de Grand Prix van Italië komend weekend. Want natuurlijk, we gaan racen op de Temple of Speed Monza. Yep. Eerste vrije training wordt gereden vrijdag half twee, half drie. Gevolgd door de tweede vrije training tussen 5 en 6. Uh, derde vrije training zaterdagmiddag half 1. 1, half 2. Gevolgd door de kwalificatie tussen 4 en 5. En de race tussen 3 en 5. Ik heb ook heel even meteen uh, gespiekt bij de vrienden van Weer Online. Wat gaat het weer nou doen? Ik kan je vertellen: vrijdag 27 graden, zonnetje met een wolkje. Zaterdag 28 graden, zonnewolkje. En zondag 28 graden, zonnewolkje. Dus regen, onweer, hagel gaat waarschijnlijk geen rol spelen. Maar misschien een ongelooflijk grote bandenslijtage met asfalttemperaturen rond de 50 graden. Dat zou zeker kunnen. Ruud, heb jij inmiddels al gevonden hoeveel pitstops er ja, waren in, het zit in, Nederland? in je WhatsApp, jongens? Zet ook nu gewoon groot bij. Ja, en en WhatsApp, ik ben gewoon aan het werken. Total pitstops, 89. 89? Nou ja, goed. Dan waren het in ieder geval sowieso meer dan 47 en 50. Dus. Hey, Tom, maar fijn dat gedaan, we even de feitjes goed hebben. Hé, hey, wij gaan een kleine vooruitblik doen op de Grand Prix van Italië. En mijn eerste vraag is meteen. Gaan wij in Italië een heleboel gridstraffen zien? Nee, Vaak wel. Vaak wel, Vaak ja. wordt daarvoor maar... gekozen voor een circuit waar je goed kan inhalen. Maar um, dan denk je dat je mond zou goed kunnen inhalen, maar je hebt natuurlijk ook altijd de DRS treins. Dus zo makkelijk inhalen is het eigenlijk niet. We hebben het gezien toen Gasly vooraan reed um, met uh, Carlos erachter, weet je wel? Die was echt overal aan het zoeken om er voorbij te komen. Ik heb wel ze. Nou, dat was Lewis. Die kon dan wel met de Mercedes inhalen, maar Bottas eigenlijk nooit. Dus daar zag ik dan wel een verschilletje. Maar om, om even aan even geven, um, weet je, dit is gewoon. Het slechtste kiezen, uh, of het beste van het slechtste kiezen, laat ik het dan maar even zo zeggen. Weet je, want de volgende Grand Prix, ik bedoel Singapore, daar kan je natuurlijk helemaal niet inhalen. Nee. Dus ja, da dan kan je het maar beter hier doen als je het gevoel hebt dat het moet gebeuren. Alleen de vraag is of Max moet, zeg maar bijvoorbeeld. Hè? Max heeft natuurlijk in België. Een snelingsbakje extra. Heeft hij er alleen heeft hier al een eentje gepakt? Ja, Volgens mij is hij nog klopt. niet bezig aan zijn laatste motor. Um, Mag je nu ook gewoon zeggen, yo, ik wil een nieuwe motor, uh, dus je pakt die gridstraf, maar je gebruikt hem nog niet. Dus dat je hem nu wel gewoon incasseert, je mag hem lekker in je ja, voorraadkast zetten. Als je, als je hem in een vrije training inzet, dan gaat die greditstraf lopen. Als je hem na de vrije training weer terugwisselt naar een ander, dan mag je mag al jouw motoronderdelen mag je zoveel wisselen als jij wil binnen binnen jouw pool. Maar ik denk dat ze wel wat wat gaan gaan krijgen. Um, want je hebt Singapore, nou nee, Japan is op zich redelijk naar voren komen. Qatar is volgens mij best lastig. Dan heb je de VS in Mexico. en Mexico. Dan, dan ben je al wel een eindje verder zeg maar. Kijk, Verstappen heeft uh, op Kota ook wel eens straf gehad. En die reden ook weergeloos naar voren. geen probleem, dan rij je zo naar voren maar, ja, maar sterker, op deze manier maakt het niet heel veel uit. Want als het op deze manier doorgaat, dan is Red Bull al kampioen in, in, in kan Singapore. al. En kan Verstappen ook een kampioen worden in Japan. Als het zo door blijft gaan. En Perez die scoort niet uh, maximale haalbare punten, zeg maar. Ja, Perez, wanneer heeft hij voor het laatst iets gewisseld? Want, want die was toen eerder bezig aan een van zijn laatste motoronderdelen. Maar goed, ja. er zullen wel wat, ja. wat Christophe's komen, maar Tom? Christophe ja. van Max, ja of nee? Nee, waarom? Nee, ik, denk, ik denk het ook niet, maar... Ik heb nergens gevoel of iets gehoord dat, uh, dat er iets niet, uh, niet uh, goed was. Nee, we nou, dan, we gelijk, dan kunnen we gelijk door naar uh, de pol. De pol? Ja, de pol. Wie pakt de pol? Oh, zo. We gaan meteen over spelen. Oké, okay, dat vind ik helemaal prima. Wacht, dan moet ik even... Uh, ja, um, nou, uh, Tommetje. Wie pakt Proposition in Italië? Maak ze natuurlijk. Verstappen. Heel Helemaal goed. Um, Ruud? Ja... Ik wou ook Max zeggen. En ik doe mogen het mogen we gewoon. Max niet pakken? Weet je wat? We, 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 we mogen Max gewoon niet pakken. Wie, wie gaat er dan zijn? Ja, maar ja, dat heeft geen zin. Want dan moet, je, dan moet je gaan kijken wie de tweede wordt of zo. Nee, je, pak, moet wel, je moet wel gewoon... gewoon laten we nu gewoon wel wel even gewoon. doen... De vorige keer hadden we een handicap. Nu moet je gewoon even gewoon realistisch... want max, jullie moeten wel max. echt een beetje punten gaan scoren. Max. Um, Ruud, ik wil van jou eens weten... wat wordt de top drie van de Grand Prix van Nederland? Of uh, Italië? De Grand Prix van Nederland? <laughs> oh, ja. Kijk daar nog bonuspunten voor nee maar, maar, de, maar je de, hebt de hier de wel Prix, een beetje de 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 feit om het goed te doen ja, de Grand Prix van Italië is wel aan het doen uh, wordt een dubbel zeker voor Red Bull Max voor Checo. voor ja dat is al de tombola erachter natuurlijk hè wie is het team hoge snelheidsacquis. ja zeg het maar Esteban is, of McLaren is natuurlijk heel goed nou, en een goede ja, dag kan natuurlijk uh, Mercedes er ook bij zitten ik doe gewoon heel erg gek en alles mislukt in Zandvoort voor hem. Albon. <laughs> Leclerc. Leclerc staat op de derde plek. Tom, ik wil van jou de top drie weten. Ja, ik wilde exact hetzelfde zeggen, maar dat, dat, dat gaat natuurlijk helemaal fout. Uh, dus ik, ik, ik ga toch even expres uh, wat anders zeggen. Uh, Max uh, Sainz uh, Leclerc. Lekker. Dan wil ik van jou je weten, als dat podium klopt, krijg je van mij gewoon een fles Ferrari champagne, jongen. Ja, terecht. Okay. Want, uh, in Ferrari, e, e, Ruud, wat, op, is jouw, uh, wat is jouw voorspellingsvraag die uh, Tommetje als eerst mag gaan beantwoorden? Wat wordt de hoogst gemeten topsnelheid tijdens de Grand Prix van Italië? En je mag hem zelfs tot achter de kommet doen. Als jij nou zegt 301,9, dan is het 301,9. Als je zegt 485,3, dan mag ook Tom. En alles wat ertussen ligt. Ja, jij weet hem al. Nee, ik weet hem niet. Want nee. er met de race moet ook vrede maar worden. Maar dus de hoogste Tommy? topsnelheid ja, is dan waarschijnlijk het gewoon naar een einde rechte stuk jaar voor remmen eerste bocht. Dat zeg maar. Of is het gemiddelde snelheid? Want dat is natuurlijk ook... Snelheid, Joris. Top snelheid. Ik mag een vraag okay. bedenken. Topsnelheid. Nee, heel goed. Maar je twijfelt nog wel eens aan jezelf. Dus wij daarna ook. Dus ik wil even weten en, dat het helemaal klopt. Waar zit de mute knop voor Joris Mosterdijk? Ik, die, ik heb de knopjes, dus die kun je niet uh, invoeren. Tom. 362.4. Oeh. 362.4 is genoteerd. Dan wil ik het weten voor uh, onze grote vriend Tom. Of Ruud? Zo, je bent echt wakker hè. Uh, 359.7. 359.7. Ja, wat een, een close uh, call dit, Tom. Het was, het was maar, kijk, ik ben, ik ben eventjes aan het rekenen. Uh... Ja, maar ik zou dat wat close. Ja. Ja. Iemand, ik, ik denk dat iemand van ons heel dicht in de buurt gaat zitten. Ja. ja, jullie zitten ook letterlijk maar 2,5 kilometer van elkaar vandaan. Dus dan zou het op zich. Het zou leuk zijn als je ergens tussenin zit. Um, dan wilde ik jullie nog heel even lastigvallen. Want ik kreeg wel van een uh, paar mensen te horen dat het gehaat was, maar ook geliefd. Dus ik gooi nog even één keer erin en wacht reacties af. Dat is het kleine triviant vraagje van de week. Dat is namelijk: hoeveel zegens heeft Ferrari sinds 2007 in Monza? De, het geluid is niet uitgevallen. De mannen zijn gewoon keihard aan het denken. Voor de mensen die uh, de podcast luisteren via bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Hoeveel zegens heeft Ferrari in Monza sinds 2007? Ik ga voor Uno Leclerc 2019. Oké, okay. jij zet Leclerc 2019. Zet je in? Bied jij meer? Bied jij minder? Bied jij evenveel, Tom? Ja, nou, ik, ik, ik kan me er maar één herinneren, maar ik. ik... Weet je wat, uh, ik maak er gewoon twee van. Dan, 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 ik, ik moet een beetje inlopen. Doe maar twee. Nee, dit is een triviant ja. vraag. Een triviant vraagje gaat om... Oh, oh zo. Nou, dan... Uh, ja, ik, ik kan er eigenlijk ook maar één herinneren. Nee? Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan zijn jullie denk ik... Fernando Alonso met 2010 vergeten. Want het waren twee overwinningen. Sterker nog, sinds 2007... heeft Ferrari evenveel overwinningen op Monza... als uh, Toro Rosso slash Alfa Tauri. Want die hebben het dus ook twee... Hé, hey, zit die maar in je zak. Ja. Um, terwijl uh, jij nog even lastig gevallen wordt door je zoon, uh, Tom. Wil ik even voor afsluitend graag een virtual rondje monster. Als het nog even kan. Oh shit, vet. Die is zo gaaf. Monza. High speed. Je wil het niet weten. Helemaal als je zwinters aan het testen bent. Dan kom je dat rechte stuk op. Dan zie je die paal uh, waar, uh, waar volgens mij vroeger iemand in heeft gezeten. En dan zie je zo die bergen met die sneeuw erbovenop. En dan is het altijd hele frisse lucht daar. Wat zo, wat zo van die bergen zo naar beneden komt. Wauw. Monza. Ja, Milaan. Midden in het park. Uh, Parco... Parco uh, staat er altijd op de borden uh, dat je moet volgen. Oké, okay, we komen aan uit de oude Parabolica. Tegenwoordig heet dat de Michele Albaretto-bocht. Uh, we komen het rechte stuk op. Super, super, super breed. Het rechte stuk. Zie je altijd met die, met die pitbox aan de rechterkant? Woehoe, zie je zo met die, uh, die ruiten die zo schuin zijn. Met die, uh, met die spiegeling uh, zie je jezelf erin rijden. En dan rij je richting de bergen, richting die eerste bocht. En dan wordt het steeds ietsje smaller. Vanwege de bomen die er komen. En dan ga je aanremmen. Precies op het hobbeltje 120 meter. De hoogste topsnelheid die ik ooit gereden heb. Was ook daar in de toerwagen. Want Le Mans natuurlijk. Heb ik de hoogste topsnelheid gereden met de Le Mans auto En dan rem je aan 120 meter. Er zit net eventjes een bobbeltje in. Met het aanremmen. Dan ga je helemaal terug. Pam, 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 pam. Naar de eerste versnelling. Roteer je rechtsom. Heel moeilijk. Het laatste moment moet je terugschakelen. Dan schiet hij net eventjes door. Hoge curve, zoals aan de binnenkant. Niet te hard raken. En dan moet je hem Uitgaan voor die exit om naar de andere kant toe. En het gaat alleen maar om de exit-uittaxel. Heb je altijd een beetje wielspin? Dan ga je hobbelend over die curbs heen en dan heel vroeg die klepel naar beneden, want dan komt het lange rechte stuk. Komt eraan mijn hele flauwe rechterbocht erin. Dan komen we bij de tweede chicane aan aanremmen bij de brug. Ik, ik, ja, weet je, het is altijd net ietsjes uh, voor de brug dat je, dat je aanremt. Ik probeer het mezelf uit te dagen bij de brug aan te remmen. Keihard remmen. Pam, 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 pam terug en dan hetje idee eerst inroteren bij de tweede het uitaccelereren zo vroeg mogelijk weer op het gas ook altijd op die curbstone zo bij het uitkomen en dan zit je helemaal in het donkere gedeelte hè? want er zijn er allemaal bomen je voelt het gewoon helemaal gewoon zo naar je toe komen en dan in één keer komt het licht als je die Lesmo instuurt is het donker Lesmo één in te vroeg naar binnen blijven insturen blijven insturen goed tegen die binnenkant aankomen en in één keer wordt het dan licht en ik bedoel daarmee het licht dat je ruimte ziet en dat er geen bomen zijn. Daardoor wordt het in één keer licht. En dan heel voorzichtig ietsjes over die curbs heen. En dan is daar het aanrem. Punt voor Lesmo 2. En dat is een hele belangrijke. Als je, je daarvoor galopeert, verlies je alle snelheid bij het uitkomen. Niet aan die curb aan die binnenkant. Die is te hoog. Aan de buitenkant is die breed. Ook op het groen kan je er overheen. Klepelt naar beneden zo vroeg mogelijk. En ja hoor, dan komt die... Ja, mooi die topsnelheid meenemen. En dan ga je netjes... Heel voorzichtig, ietsjes naar beneden. Daar heb je de oude baan, de kombocht die daar nog is. Dus dan ga je naar beneden en dan ga je onder een tunneltje. Ga je door en dan kom je heel voorzichtig weer omhoog op Askari Dat is een hele, hele, hele vette. Heb je rechts heb je dat Marshall Post? Daar heb je waar, uh, waar een, uh, een vangrailpaneel zit waar ik hem altijd wil aanremmen. Bam, aanremmen. Doe eventjes 90 meter. En dan gaan we heel hard erin. Vierde versnelling gaan we erin. Pam, pam. Heel hard erin. Goed over die curb zijn. Heel vroeg gas opbouwen. opbouwen. En dan trek je hem door die rechter. En die linker trek je hem heen. En dan kan je een beetje over de curbs heen bij het uitkomen. En komen aan op het brede stuk weer waar het heel erg licht is. Want ja, daar in één keer heb je heel weinig bomen. Want dan heb je de paddock natuurlijk aan de rechter en linkerkant. heb je allemaal weggetje zitten. Dan wordt het gewoon weer licht. Dat is heel raar. Dat gevoel wat je dan hebt. En dan kom je aanremmen op die allerlaatste bocht. 80 meter aanremmen. Vroeg inroteren. Er zit er aan de binnenkant zo'n ja, torentje. Is dat eigenlijk. Het lijkt wel zo. Voor, weet je wel? Wat je weet. vliegveld... Veld ziet, dan zie je altijd fotografen die zie je daar foto's nemen bij het insturen en dan ga je heel vroeg naar die binnenkant toe en dan heel zachtjes dat gas opbouwen net, net geen overstuur creëren dan voel je hem heel voorzichtig, voel je hem komen en dan in één keer, pam, vol die klepel naar beneden en dan pak je de radius de radius langs die witte rand, die pak je en dan kun je nog heel voorzichtig, heel klein beetje het groen op en dan heb je een rondje gereden in Monza. Jongens, ik zat er helemaal in, hij was echt lekker. Ja, dat was het zijn die tom. details, weet je, die, die puntjes waar ik naar kijk, die ik noem, zoals dat torentje, uh, uh, net even dat kurpje, dat hoge kurpje, net even dat donker en licht worden, uh, dat, dat, zijn, dat zijn dingen die, 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 die dat is een film die je helemaal afspeelt in je hoofd. Ja, tom, één vraag, want op onze stuk remmen is ontzettend belangrijk. Hoe remmen? Hè, het aanremmen ja. voor de chicane. Ja. Hoe bepaal je als krunner precies het rempunt en hoe onthoud je hem? Die vraag die krijg ik heel vaak van mensen van ja, je, je bochtjes staan. Maar ja, die bochtjes staan nooit precies bij je rempunt. Dus je hebt ergens nee. een moment. Ja, nou ja, daarom noem ik ook... Een beetje bij de eerste bocht is... Daar zie je het aan het asfalt. Daar, wordt het, daar, daar zie je het ook in één keer zwart worden. Dat is bij 120 meter. Maar er, er zit net zo'n hobbeltje in als je aanremt. Dus daarom is het altijd... Je ziet die altijd zoals Ho, ho, zie je even dit doen, weet je? Op het eerste moment van aanremmen. Dat is net even... Ga je voor het hobbeltje... Iets minder hard remmen en laat je hem ietsjes los en daarna er weer op. Of ga je gewoon op, op die remmen staan en dan pof, dan, dan slaat hij zoals het ware die auto weer omhoog. Ja. Je kan altijd twee, drie meter laten remmen. Dat is een beetje het probleem. Um, als coureur Alleen, dan zijn. Dan kom je ik zijn. maar ik, ik probeer ook. Ik altijd... drie meter te korten. Ren is angst. Ja, ja, dat zou je zeggen. Maar als je niet remt, dan is boem is ho, maar, Rem is angst en boem is ho. Ik kijk altijd naar weet je, het begin van de Curbstones, dat het net daarvoor of daarna, hè, want dat, dat is een meetpuntje. Ik heb vaak langs de zijkant bij de vangrail, kan je eventjes, net eventjes een paneeltje of een kleurtje of een heel klein bordje wat uitsteekt. Want alles blind inschatten, dat gaat niet. Je, je, je moet altijd wel een punt hebben. Daardoor noemde ik de brug. Daardoor noemde ik dat zijkant van het weggetje waar die Marshall is bij de ascari Chicaan. Ja. Weet je, dat, 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 dat zijn gewoon allemaal puntjes. Maar de meetwoorden 150, 150, ja, weet je, die gebruik je wel stiekem. Maar als iemand naast je zit. En je bent aan het battelen, ja, dan, dan ben je echt wel aan het zoeken hoor. Dan zit je vaak uh, hier? Nee, nee. Hij remt nog niet. Dus ik, ik moet ook iets later. Want dan, ja, dan duw je hem als assortiment van een beetje door. Ja, dat is, dat is lastig. Ik denk dat we de podcast mooi af kunnen sluiten. En ik heb hier net even goed over nagedacht: Remmen is angst, boem is ho. Was dat maar tegen vertel? Was dat maar verteld tegen Gortje? Plons is, <laughs> is water Ja, maar daar kan ik geen leuk rijpje van maken Jongens, okay. wij gaan hem afsluiten We zitten inmiddels boven de uur Het was een recordzegen voor Red Bull weer Een recordzegen voor Max Verstappen een, een, een van de marshals die, die op zand waren. Hij, hij ging natuurlijk vanaf in de quali En die stond in, in die bocht en, en die stond ook mooi op de foto met Joe En die had het maar gemaakt In plaats van Joe Ik zei dus zo doe je dat niet. Ik vond het geweldig als comment. Die, die was inderdaad mooi. Hey, eh, records, records, records. Ook een record podcast, denk ik, als we het over lengte gaan hebben. Dus we gaan hem langzaam ja. afsluiten. Want anders moeten mensen echt dadelijk werk skip om deze podcast te luisteren. Um, iedereen weer bedankt uh, voor het luisteren en of kijken. Uh, abonneer op YouTube. Vergeet ons niet te volgen op TikTok en op Instagram. Daar kan je ook vragen achterlaten. Sterren reviews kun je ook schrijven uh, en geven via Spotify en Apple Podcasts. Zo worden wij nog beter gevonden. Um, Ruud, ik wil jou weer bedanken voor je expertise. Tom, ik wil jou bedanken ondanks je vier uurtje slaap dat je hier weer gewoon maandagochtend semi fris, semi fruitig voor ons zat. Um, dan zijn wij volgende week gewoon weer terug. Aflevering 30, die neem ik op op mijn vakantiebestemming, maar ik ben dan ook gewoon lekker alsnog uh, die podcast opnemen. Want dan gaan wij terugblikken op de Grand Prix van Italië, jongens. dankjewel. je wel. nog een reisweg. Kan nog iemand met je mee, uh, Joris? Uh, als ik die mag declareren bij jou, dan kunnen we dat zeker weten regelen. Nou, ja, daar is het dus grote baas Tom, hè? Hey. Doei. Doei. <laughs> doei. doei. Yeah, Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.